Dames en heren, na de wedstrijd praten we nu met Wim van het Westeinde, trainer van Sportlust. Eerste wedstrijd gaat om het Echi. Nooddorp, leuke tegenstander, redelijk goed voetballen en uiteindelijk met lege handen. Dat is een beetje frustrerend, Wim, denk ik. Nou, dat is het goede woord, frustrerend. Maar tevreden over het veldspel, tevreden over 15 kansen. Ontevreden, een beetje gefrustreerd over het resultaat. Maar ja, goed, dat is, het is niet anders. Het is ook maar één wedstrijd. Met wat voor opdracht sturen jullie de jongens het veld in? Nou, dezelfde die we de afgelopen weken hebben meegegeven. En dat is aanvallend durven te verdedigen. Dus wat hoger op dan dat gebruikelijk is. Veel beweging als we de bal hebben. Aanvallen, veel de spits zoeken, de mensen die erbij komen, doorkomende mensen. Kans creëren. Ja, het laatste stukje net niet, kans afmaken. En er stond er natuurlijk een fantastische keeper in het doel. Ja, weet je wat het is? Zo'n dag gebeurt. Ja, maar zo'n dag loop je een keer tegenaan. Hopelijk één keer in een seizoen. Is dit de negende wedstrijd in de serie? En dan zeg je, ja, kan een keer gebeuren. Keeper speelt een prachtige wedstrijd. Scheidsrechter een bepalende rol, denk ik. Hij stoorde aardig op los met zijn gele kaart. Ja, nou ja, uiteindelijk is de verhouding denk ik wel zoals we het hoorden. Zij, mensen eruit, veel gele kaarten. Op een gegeven moment hadden wij meer gele kaarten, dus dat vond ik op zich vreemd. De kaarten die gegeven werden, die waren terecht, maar het klopte niet helemaal met het wedstrijdbeeld. Maar hij heeft geen beslissende rol gespeeld, ben je gek. Nou, toch miste ik één ding, bijvoorbeeld bij de doelpunt. Die jongen neemt met zijn schouder, legt hij hem goed eigenlijk. Ik hoor niemand protesteren. Ik heb ooit een keer een wedstrijd gezien hier thuis tegen Montfort. Jeroen de Vlieger maakte een overtreding. Iemand van ons maakte een overtreding. En gelijk 6 maanden van de Montfort eromheen. Ja. Ik zag dat bij sporters niet. Nee, dus niet te verwarren met dat we daar te mierde voor zijn. Ik vroeg het nog voor de wedstrijd. Haagse bluff. Waarschijnlijk krijgen we te zien. Wat zetten we daar tegenover? Waar staat woorden dan onbekend? Nou, laten wij dan maar gewoon netjes beleefd en cool zijn. Maar wel de kansen pakken die we krijgen. En zo'n doelpunt tegen. Nou, oké, dat zit dan ook in. Kan gebeuren, dat is voetbal. Ja, dat hoort dan ook een beetje bij ons. Maar ik heb het al gezegd van tevoren, voordat de competitie zou starten, voor de voorbereiding. Wij gaan gewoon veel meer doelpunten maken. Nou, vandaag niet, maar die hadden er wel in gezeten. In de voorbereiding hebben ze wel gemaakt, dus het moet er een keer uitkomen. Je kent het cliché, een trainer gaat zich pas echt zorgen maken als er geen kansen worden gecreëerd. Heel eerlijk, ik ben liever op dit moment trainer van Sportlust dan dat ik trainer zou zijn van Nooddorp. Of al hebben zij nu 3 punten, dat meen ik echt. Wim, ondanks verlies ga ik je toch een fijn weekend wensen. En ik weet zeker dat we volgende week de 3 punten gaan pakken. Ik weet het niet zeker, maar ik ga er wel van uit en we gaan er hard voor werken. Ik weet het wel zeker. En succes van de week. Dankjewel.